Nou, wij niet beginnen met nou. Guusje en ik gaan zo naar de binnenspeeltuin met Linda. 2. Guusje, jouw jurk is hier een beetje vies. Sura? Echt super vies. Wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze bonus video van vandaag. Ik ga vandaag Guusje haar dag bepalen, dus ik mag kiezen wat ze gaat eten, wat ze gaat doen. Alles mag ik voor haar bepalen. En nu moeten we nog gaan ontbijten. Dus gaan we lekker ontbijten. Daar zit Linda Junior al, maar die zit daar nog. En wat moet ik drinken? Wat jij moet drinken is... Ik ga even kijken in de koelkast, want deze twee dingen lust jij. En ik ga wel iets doen wat jij niet zo lekker vindt. Mag ik het dan ook uit even? Ja. Lust jij geen melk? Nee, ik ook niet. Ik vind het allemaal niet. Moet je echt van kotsen. Echt? Nou, drink het dan niet. Jawel, dat moet. Nou, je hebt het niet uitgespuugd. Jawel. Echt? Jawel. Heb je het daarin terug uitgespoeld? Nee, hierin terug. Volle melk is wel lekker. Nee, ik vind het biologische nog lekkerder. Ja? Moet ik ook? Ja, oké, ik doe het wel. Ik vind het ook. Nou, dat was een stomme opdracht. Maar ik doe het. Jullie gaan mij zien. Ja, ga ik even lekker door. Guus, die melk lekker. Staat volgens mij lang open. Oh. Doe maar niet. Maar ik zit uit er, mama. Ja, doe maar niet. Guusje, ja, en nu ga jij M&M pindakaas eten. Ze gaat nu het broodje maken. En dan laten we zo meteen het broodje heen. Nou, dit is mijn ontbijt. Het lijkt me echt heel vies. Zijn jullie niet vies? Ik heb thuis kip op. Mm-hmm. Nou, hier komt de eerste hap. Dus korst. Ja. Met zonnebillen en ja, baby's. Nu komt het pindakaas. Wat wil jij drinken? En nu zie je ook een pasta. Is het lekker? Optimaal. Deze? Ja. Is dat voor jou ook nog optimaal? Hele rare smaak. Ja, pindakaas is nu M&M. Deze van optimaal. Is jouw maar van optimaal? Je proeft meer pindakaas. Ja. Niet zoveel meer in. Maar het gaat wel. Ik ga een boterhammetje maken. Dus we komen straks weer bij jullie terug. En dan ik weet niet waar we dan zijn. Ik denk binnen speeltuin of zo. Hoezo? Of gewoon nog hier in het huisje. Of iets. Nu mag ik haar kleren gaan doen. Kiezen. Ik denk dat ik deze ga kiezen. Ik weet niet wat het is. Een jurk. Deze lijkt me wel leuk voor jou. Oké. Moet ik dezelfde onderbroek aan? Mag. Of niet? Lek maar af. Doe maar schoon aan. Guusje en ik gaan zo naar de binnenspeeltuin met Linda, Junior en Madelief. Alleen, altijd als wij naar de binnenspeeltuin gaan, mogen we een snoepje meenemen. Dus Guusje zei, Floor, kom je nou het snoepje uitkiezen? Ze zei, oké. Dus nu gaan wij het snoepje uitkiezen. En welk snoepje moet ik nemen? Doe maar jij spekje. Yes, die wou ik. En ik neem een 2 ufo's. En? Want de ufo's mag je altijd 2 van, omdat die zo... Die mag ook 2 spekjes. Echt? Ja. Oh, nou, ik heb 2 ufo's. En dan lopen we nu weer terug naar Linda. Kijk, deze heeft 2 kanten. Ja, hij is niet zo heel scherp, maar hij heeft 2 kanten. Oh, veel bijna. Moet ik ze in een zakje doen of niet? Ja. Moet ik ze nu gelijk opeten? Nee, dat mag nog niet, hè. Dan gaan we nu naar de binnenspeeltuin. Guusje? Ja? Ik heb weer een opdracht voor jou. Wat? Je moet 15 keer opdrukken. Nou... We zijn nu op een springkussentje, dat is wel goed. In de binnenspeeltuin zijn we. Dat is echt moeilijk. En zo meteen moet je nog 3 salters doen dan. Hierna.
Gaat hoeveel? 10. Ja. 13, 14, 15. En dan nu de 3 salto's. 1. Verder spelen. Guusje, jouw jurk is hier een beetje vies. En daar een beetje vies. Dus, schone kleren. Deze moet je aandoen. Oké. Okay. Floor is een eitje aanbakken. Ja, want Guusje, ik ga gewoon een ei maken. En ik moet ook limoensap drinken. Ja. En voor deze limoen. Dat moet je wel drinken. Ja. Een beetje hard. Hij is dat best hoor. Ik zet me zo iets zachter. We moeten de boter even smelten. Kom! Oh nee! Weet je niet hoe groot jij hem bakt? Ja, hij moet groot, hè? Want jij moet veel peper proeven. Hé, Guusje, je weet niet dat er nog meer peper bij komt. Nee. Nee, maar het is een groot ei. Met een beetje peper. Een beetje peper. Ja. Ik heb hier echt geen zin in. Snap ik. Junior. Ik zet even de afzuigkap aan. Ja, op één, hè? Toch niet heel veel rook van was. Junior, vind je dat lekker? Ja. Nou, daar ligt een beker. Niks uit. Niet maar lekker. En hier wordt de limoensap klaargehaakt. Voor mijn lekkere lunch. Nou, Mijn specialiteit. Mijn specialiteit. Doe je ook ei? Guusjes. Ja. Nu haar eitje. Maar zitten, kom maar. Ja. Ik ga een stukje proeven. Ik ga dit proeven. Ik vind het best lekker. Groot. Ja, is wel lekker. Heb je al limoensap op? Nee. Hoe kan er dan opeens zoveel uit zijn? Ja, weggekieperd? Nee, echt niet. Er is een beetje zilver uit. Kom maar lekker zitten. Wil je ook ei? Ja. Wil een lekker slokje? Ei. Zet hem even neer. Daarom beweegt hij een beetje. Sura. Nee, laat hem één stukje. Oh ja, pak maar. En nu mijn gezicht, als ik van de limoensap ga drinken. Deze ga ik niet opdrinken. Of moet dat? Hij is er geen bakboter. Moet ik helemaal opdrinken? Nee, mes. Auw. Hoezo moeilijk? Ja. Ik heb een vakantie, hè? Wat zeg je? Ik heb een vakantie. Nou, ik heb mijn ei op. En Flora heeft nog iets over mij. En ik wil nog weten wat. Nog meer eitjes. Heel veel eitjes. Echt super vies. Alsjeblieft. Ik ga de emmer vullen. Ik zet hem lekker op koud. Nou, daar gaan we dan. We staan nu buiten en ik ga nu de emmer op gooien. Dat is best zwaar. Nee, ik wil dit niet. Oh, ik wil dit niet. Nee, ik wil dit niet. Ik denk echt super koud. Gaat alles over voorheen? Nee! Guus! Moet je blijven staan? Nee, ik ben nat. Nou, opnieuw dan. Stan gaat het nu even doen. Maar bij mij rennen een Guusje weg, dus hopelijk bij Stan niet. Deze zit veel voller. Kijk, ik ga zo. Oh mijn god! Lekker? Nee, super koud. Ik heb toen straks even gedoucht en ik ga nu een tosti voor Floor maken. Dus dan doe ik 3, 2, 1. En ik heb de tosti voor Floor gemaakt. Dat is hem. Ik heb ook nog eentje voor mezelf gemaakt. En ik moet ook nog thee voor haar maken. Ja. Dus ja, dat ga ik ook doen. Het ziet er lekker uit.
Ik heb tepelvloer aan mij gemaakt. Kijk, deze is voor mij. En die is voor Floor. Floor heeft daar tosti op. Wij hebben een ijsje. Ik heb deze en Floor een raketje. En we hebben net avond gegeten. Ja, dag is een beetje voorbij. Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze bonus video van vandaag. Vanmiddag om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe!